Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Border Survival. Rick, we staan hier met z'n tweeën bij jouw prachtige kist die jij vorige aflevering hebt gebouwd. Ben je er nog blij mee? Ik ben er heel blij mee, alleen dat zei ik net ook al. Hij is volgens mij niet helemaal symmetrisch, zijn we net achtergekomen. Hij is niet symmetrisch. Het kistdingetje waarmee je hem open zou kleppen of zo, weet ik veel wat, die zit niet in het midden van de kist. En er is ook helemaal geen midden. Dat heb jij gedaan. Jij hebt dat gedaan, dus je kan er ook niks aan doen. Nee, dit is gewoon de kist. Ja, ik zal het ook niet meer aanpassen. Dit is gewoon hoe het is. Hey, waar is Justin? We missen Justin volgens mij. Moeten we even zoeken. Ja, we gaan hem even zoeken. Justin! Justin, waar ben je? Ja, daar zwemt hij. Hij is wat kleiner geworden. Waar? Oh, daar is hij. Ik zie hem inderdaad. Oké, Rick, in de vorige aflevering heb jij daar je prachtige kist gemaakt. Dat is ons nieuwe opslaghuis. Ik heb een kelder gemaakt in het Kaukauhuis. En dat heet de Kaukaukelder. Terwijl er geen Kaukau te vinden is. Maar we hebben hier wel een enchantment table die bijna ready is om Silk Touch te krijgen. Bijna ready. Ja. Nee, maar kijk. We hebben ook, wat ik ook heb gedaan vorige aflevering. Ja. Is heel veel koeien lopen breeden hier. Kijk, die namelijk hier. En er zijn er genoeg om een beetje te slachten en weer nieuwe te kweken. Waardoor we heel veel leer kunnen krijgen. We hebben genoeg sugarcane overal. Dus dat komt goed, oké? Okay? Ja, dat is waar. Dus ik heb de taak voor vandaag. Er moet absoluut Silk Touch komen. Ik zou dat vorige keer eigenlijk al regelen. Dat is een mooie koe dit, hè? Ja, wat doet hij? Nee. Hij is dood. Dat doe ik ook met jou als jij je taak van vandaag niet voltooit. Maar je eet zijn vlees ook echt rauw op. Je hebt letterlijk een kampvuur waar je het op kon leggen. Maar, oké, mijn taak is absoluut om Silk Touch te krijgen. En dan zelfs al wat dingen te slopen met Silk Touch. Ja. En ik heb nog een taak voor vandaag. En dat heb ik hier liggen. Oh, je hebt het liggen ook nog? Ja, het ligt hier. Wacht, ik moet het even zoeken. Waar is het? Hè? Ik weet 100% dat het hier lag. Had je het uitgeprint of zo? Nee. Oh ja, hier. Ik heb hem. Ja? Ja. Neusspray. Mijn neus is vol. Oké. Ik dacht dit. Nee, ik had het met mijn neus. Ik merkte dat het praat. Oké, laten we verder gaan. Dit moet je wel even in de video laten passen. Dat is leuk. Oké, goed. Laten we eerst even slapen. Dan ga ik jouw taak uitleggen. Laten we even slapen. Oh, Justin's bed is wederom leeg. Dat is wel echt verdrietig. Ja, dat is echt zielig. Ach, hoezo? Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, waarom word ik in jouw bed? Wakker en jij in mijn bed? We zijn gewisseld vannacht. Hebben we s'nachts omgeruild of zo? Waarom kijken we elkaar zo intiem aan? Nee, mijn en jouw taak vind ik is om alle spulletjes gesorteerd en al in de kist te krijgen. En dan kijken we wie er eerder klaar is. Ja, in de kist. De kisten van hier moeten gesorteerd en al. Want dit is allemaal natuurlijk één grote bende. En we hebben hier bij het monumentenhuis. Oh, kijk trouwens. Dit heeft Justin vorige keer gedaan. Dit moet ook nog in het monumentenhuis. Oh, dit heeft hij allemaal... Oh, Justin. Ja, dus jouw taak is om het monumentenhuis even op orde te krijgen. Want we hebben hier ook belachelijk veel de troep liggen gewoon overal. Ja, klopt. Dat klopt. Dus zorg even dat alles hier op orde is. Gesorteerd en daar gesorteerd en zo. Dan ga ik even wat koeien slachten en breeden en zo. En dan hebben we daarna hebben we samen weer heel veel taken voltooid. Want, zoals jullie kunnen zien jongens, we hebben in onze Border Survival hebben wij al 457 verschillende items gecollect van de 1048. We zitten op 43%, Rick. En dat betekent, deze aflevering wil ik naar die 50%. Oké. Sorry, 50%. Ik was even een chocoladepepernoot aan het eten. Dat maakt niet uit. 50%. Oké. Ik ga gelijk beginnen met even wat nieuwe weed dingen regelen en zo. En even de carrots hier vermenigvuldigen. Ja. Oh, dat kan er bijna alleen nog niet. Hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoppakee. Ga gelijk even wat weed pakken, zodat ik de koeien kan breeden. Ik heb niet heel veel nodig. Ja, trouwens wel, want ik kan gelijk eten maken. Ja, dat is wel... Die stinkkoekjes. Hoezo stinkkoekjes? Het Kaukauhuis zorgt voor ons. Ja, maar het is gewoon echt verschrikkelijk. Ja, die koekjes duren zo lang om gewoon weer vervoerd te zijn. Ja, dat klopt trouwens. Dat is gewoon echt heel vervelend. Oh, mijn neus gaat open. Lekker. Lekker. Oh, ik kan weer ademen. Dat kon ik niet, wist je dat? Kon je niet ademen? Ik kon niet ademen. Ik heb dat nog nooit geleerd. Hoe moet dat? Hoe adem ik? Ademen? Wat is dat, joh? Ik dacht, trouwens, hier. Ik heb wat voor je. Kan je het gelijk sorteren en al? Nee, joh. Oké, ik heb weed. Met de weed kan ik naar de koeien. En dan bij de koeien kan ik ze allemaal breeden. Zoveel mogelijk. En dan even kijken. Dan ga ik de volwassenen proberen te slachten. Niet allemaal, maar natuurlijk gewoon een aantal. Ik weet niet waar mijn klemtoon zo raar ligt. Ja, nee. Zo, kom maar jongens. Lekker hatsenbatsen. Dan, gedaan. Gaan we een paar slachten, zodat we ladder krijgen. Ik heb er 3 geslacht en nog geen 1 leer gekregen. Nog geen 1. Nog steeds niks. Huh, ik heb als 1 leer naar 5 koeien. Op deze manier kan ik toch geen boeken krijgen, jongens. Komt dat ook met een ex sla of zo, dat het zo traag gaat? Dat kan toch niet? Waarom heb ik pas 4? 5? 6? Je kan toch veel vaker leer krijgen? Ik
weet het niet. Hoezo, heb je echt nog maar heel weinig dan? Ja, ik heb echt... Kijk hoeveel koeien ik al slag. Ik heb nog maar 10 leer. Of 11. Nu, kijk, nu is de eerste keer dat ik 2 kreeg. Uit 1 koe. Oh, huh? Zo, zo, zo. Je had ze wel allemaal gebriefd, had wel? Ja, ja, kijk, ik heb alleen nog maar kindjes over nu. Ik heb alle volwassenen vermoord en alle kindjes over gelaten. Goed bezig. Oké, dan wel 18 leer. Dat betekent dat ik als het goed is wel eventjes wat meer kan regelen nu. We hebben volgens mij ook veel papier ergens, toch? Ja, hier. Kijk, dan kan ik boekjes maken. Dan heb ik wel 18 boekjes. Hebben we nog hout? Ja, we hebben hout. Ja, wacht, ik kan hier hout hakken. Jouw hout is niet... Ik wil jouw hout niet. Nee, ik heb ook niet zo hout. Ja, maar jouw hout is ook vies. Daar heb jij aan gezeten. Ik wil eraan zitten. Ik heb het. Ja, ik heb het. Hier. Nee, dat wil ik niet meer. Pak het daar. We hebben jouw vieze... Je hebt het. Ja, je hebt het. Ja. Boekshelfs. Ik heb gewoon 6 boekshelfs erbij. Jeetje. Wat? Jemig. Wat? Je doet een keer wat. Ik wil echt... Nee, maar kijk. Ik zei nog. Het is bijna ready om te enchanten. En we kunnen nu al tot en met... Even kijken. Level 8 enchanten. Zo. En we moeten naar 30. Die weet ik niet. Hoeveel... Wacht, ik heb een disenchantment dinges nodig. Waar staat die? Hoeveel levels heb jij eigenlijk? 13. Ik heb er 4. Dus ik weet, kunnen we überhaupt al wel... Ja, weet ik niet. Hebben we een disenchantment? We hebben toch een disenchantment table? Ja, die stond hier. Of heet zo'n grindstone? Ja, die hebben we waarschijnlijk nu hier ergens. Zal ik je vertellen waar die staat? Nou? Ik denk dat Justin hem in zijn inventory heeft. Nee! Ja, oh, wacht, dat zou hier wel liggen, want ik heb Justin doodgemaakt laatst. Oh nee, nee, oh, ja, ligt niet hierin. Zet jij nou gewoon zijn spullen? Ik ga zijn weed stelen. Zo. Ja, ik moet het sorteren. Oh, ik had zeggen, jij zit gewoon zijn spulletjes te maken. Nee, ik sorteer alles. Misschien zit de grindstone wel gewoon in het monumenthuis. En Justin, die zat vorige aflevering gewoon allemaal spulletjes te pakken uit het monumenthuis, hè? Ja, wat een poepjong. Echt, het was echt verschrikkelijk. Ik had echt zo mijn best gedaan om alles daar te sorteren. Ja, nu mag je het weer helemaal opnieuw doen. Ja, dat is echt niet... Dat vind ik niet fijn. Waar is die grindstone? Ja, ik weet het niet. Hè? Ik weet zeker dat we een grindstone hadden. Ja, ik dacht het van ook. Maar... Ja, ik helemaal een nieuwe maken, gadver. Ja, maar ik durf te weten dat Justin hem heeft. 100 punten. Ja, Justin zal hem wel weer hebben. Oké, dan heb ik steen, heb ik ook een ding is nodig. Oké, dat komt goed. Sticks kan ik gewoon maken. 1 stenen slab heb ik nodig, meer niet. Maakt het uit wat voor stenen slab? Ja, waarschijnlijk gewoon een normale stone slab. Ja, volgens mij wel. Ik heb hier nog 2 leer voor je trouwens. Hey, kijk, dat is altijd handig. Altijd goed. Goed, hè? Altijd goed. Dat zijn weer 2 nieuwe boekjes. Heb jij 2 stenen slabs? Ja, in de chest. Die heb je al netjes gezien. Ik ben wel goed bezig, moet ik zeggen. Dankjewel, dankjewel. Ja, ik doe wel mijn best, poep Justin. Maar poep Justin? Justin is het niet eens. Je bent toch gewoon aan het flamen? Ja, daarom. Ja, hij doet niet zijn best. Anders was hij hier wel geweest nu. Dat is wel heel leuk om te zeggen, trouwens. Hij is gewoon aan het werk. Arme Justin. Oké, ik heb een grindstone. Dikke prima. Kijk. Dan drop ik even wat spulletjes hier voor de deur, zodat jij dat kan sorteren gelijk zo. Nee, niet zo voor de deur. Max! 51 raw beef! Daar kan je lekker eten van maken. Hier, ja, is je beloning. Oh, thanks. Dat is je beloning, daar kan je gewoon eten van maken. Ja, waarom? Jij zou er eten van gaan maken? Nee. Ik ben bezig met de chanten. Ik heb helemaal niks te maken met de rest. Ik heb al gewoon brood. Brood nodig. Oké, de grindstone die zet ik dan hier beneden. Kan ik namelijk volgens mij met boekjes kan ik blijven enchanten, of niet? Als ik nu gewoon zo doe... Kan je een boekje Silk Touch krijgen? Dat weet ik niet. Ja, volgens mij wel. Ik had ook gewoon met de pickaxe doen. De kans is dan groter dat ik Silk Touch krijg. Dat wel, volgens mij. Oké, dan ga ik mijn Diamond Pickaxe ga ik de enchants weer afhalen en opnieuw erop zetten. Oké. 7 lapjes lasuni. Daar gaan we, jongens. Is disenchant ik mijn pickaxe zo? Hoppakee. En dan gaan we kijken. Kan ik hier Silk Touch maken? Ja, ik vraag het me af. Ik denk dat ik nog betere boekenkastjes nodig heb. Misschien moet dit ook weg hier. Ik weet niet of dit in de weg zit. Zitten carpets in de weg bij een enchantment table? Want hij is level 8. Dat geloof ik niet. Wacht. Weet ik niet. Hoe heb je ze neergezet? Oh, de carpets zaten in de weg. Ik snap het al. Echt? Is dat een ja, ding? Ja, de carpets die zaten in de weg. We kunnen al tot level 16 enchanten namelijk. Oh. Oh, maar dat kost... Hè? Justin heeft ook een boekje, item. Lief dagboek, groet Justin. Heeft hij een dagboek? Sinds wanneer? Dan wil je hem even lezen? Ja. Hij heeft hem ook echt... Volgens mij heb ik deze vorige keer trouwens ook gezien. Lief dagboek. Kunnen we deze ook disenchanten en dan opnieuw schrijven? Oeh, dat is best wel goeie. Dat kan niet. Dat kan niet. Nee? Je kan niet boekjes eenmaal gesigned hier. Dus ja. We hebben iets meer lapjes nodig. Dat lapjes lasuli. Hebben we niet. Nee, had je dat niet al gesorteerd? Nee, tenminste, of we moeten nog ergens in die barrels liggen, maar... Slecht! Ik ben nog niet klaar! Ik ga wel heel even minen. Ja, dat is goed. We hebben ook echt 18 bedden ook gewoon. Het is niet normaal. 18 bedden? Ja, verschillende kleuren allemaal natuurlijk. Ja, kleurtjes. Ik kan vast wel wat lapjes lazuli vinden als ik gewoon heel eventjes mine, toch? Ja, maar ik weet, volgens mij zit dat op een speciaal level. Ik heb het gevonden! Echt? Heel snel, ja. Oeh. Je gaat dood, zombie.
Dat was echt heel snel. Hier, lapjes en zoenie. Oh, ja. Alleen ik heb me... Oh, net... ja, mijn chance eraf gehad. Nog meer lapjes zelfs, hier. Hier, joh. Lekker bezig. Oh, ik ben heel dom bezig. Alweer? Alweer. Ja, ik was dus al eerst in zijn spullen te opruimen, maar die moeten natuurlijk in het trofeeënhuis. Oh. Dus ik was bijna verkeerd aan het wegleggen. Jij mag het dom. Ja, niet zo slim van mij. We hebben sowieso ook nog lapis lazuli nodig voor... Justin heeft ook de lapis lazuli uit de kist gehaald. Bij, uit het monumenthuis. Monumenthuis, die Justin, ja. Die Justin had gewoon, heeft onze trofeeënkamer gewoon overvallen. Hij heeft letterlijk alles meegenomen. Wat een dief is het eigenlijk, hè, die Justin. Ik zit hier te kijken. Ik denk, hey, die missen we ook. Die man heeft door alles uit onze trofeeënkast getrokken. Hey, ik heb volgens mij een mobspanner gevonden. Oh, ja! Ja, wacht, daar kunnen we toch een XP farm van maken? Een golden apple? Die hadden we nog niet. Gunpowder, melon seeds. Oh, oké. Wacht, dan kan ik ook. Hadden we al mossy cobblestone? Ja, die heeft Justin gemaakt. Waarom? Ja, Zullen we Justin ding weer om te maken? Justin maakt letterlijk alles. Maar deze, wacht, hier ga ik even een screenshot van de coördinaten van maken. Zo. Ik maak wel gewoon een trappetje rechtstreeks omhoog van een vier, oké? Ja, is goed. Ah, spannender gevonden. Dat is wel serieus handig. Als we hier gewoon even een XP farm van maken... Dan kunnen we ook gewoon daadwerkelijk een keer goede enchants krijgen. Ja, ook voor de Ender Dragon en misschien ook wel een Silk Touch. En het is een zombie, gok ik. Ja, dat is wel jammer. Ik had liever een skeleton gehoopt, maar zombie is ook al prima. Zombie is prima. Huh, ik ben een trap aan het maken en ik vind diamonds. Wat? Ja, dit is echt gewoon ideaal. Chill. Ik was letterlijk gewoon een trappetje aan het bouwen. Gewoon omhoog, recht, één rechte lijn vanaf dat ding zo, hier. En ik kom wat diamonds tegen. Nice. Nou, dit is top. Dit is helemaal top. Dat betekent dat ik deze cave nog heel even door ga onderzoeken. Daar zei hij... Hey, skeleton, ga weg. Ga weg. Ga weg. Ja, ik ben blij. Maar ik heb geen torch meer, want die heb ik op de spawner geplaatst. Dus ik ga maar even naar boven, want het is donker. Oh ja, dat is wel een goeie, ja. Ik heb trouwens een Peter idee hoe ik dit ga doen. Volgens mij zei ik heb een Peter idee, maar ik bedoelde ik heb een beter idee. Wat is er met Peter? Ik ga rechtstreeks omhoog hakken zo. In twee lagen in plaats van één. Want dan en dan gewoon water een soort... beneden. Ja, dan kunnen we daarna gelijk water doen. Ja, dat is Peter. Dat is Peter. Ja, wou jij nou Peter zeggen nu? Dat is Peter, man. Ik vind het sorteren helemaal niet leuk. Nee? ik heb het niet naar mijn zin. Nee, hé, lapis lazuli. Ik ben echt gewoon... Het is helemaal top, dit. Je hebt gewoon letterlijk alles wat we nodig hebben. Alleen als ik meer licht had, had ik het ook leuker gevonden. Maar het is gewoon heel donker. Dat vind ik ook jammer. Al die kleine koetjes hier, ook. Zijn er echt veel. Zijn ze nog niet gegroeid? Nee, nog steeds niet. Oh. Dan hoop ik echt dat ik die enchantment table af ga krijgen. Ik ga zo meteen even opzoeken vanaf hoe je het makkelijk silk touch kan krijgen zonder villager. Ja, maar dat is toch gewoon geluk hebben, of niet? Ja, maar of dat überhaupt wel mogelijk is met een boekje of dat je beter je pickaxe kan gebruiken. Oh zo, ja, dat is waar. Even kijken, ik heb alle barrels om het monumentenhuis nu helemaal leeg. Nice. Dus nu gaan we eens even kijken wat we hier in het cacaohuis nog kunnen vinden. Hey, ik ben in een waterstraat terechtgekomen. Terwijl ik naar boven met hakken ben. Dus dat betekent dat het me heel veel... Oh, ik ga hier echt verdrinken, waarschijnlijk. Oh, dan zit je echt onder water, zeker? Ja. Oh, wacht. Je hebt ook geen toortjes. Nee! Waar zit je? Nee! Nee, hoe kan dit nou? Waar zit je? Dit meen je. Ga terug naar beneden, Max. Oh, wacht. Oh. Ja! Oh, nou, vartje! Oh. Oh, dit was zo stressvol. Waar zit je? Ja, wacht. Ik denk dat ik beter even, wacht, zo kan doen. Oké. Okay. Ik kan je namelijk denk ook wel omhoog via hier. Hier is mijn oude mine ingang. Ik ga hier wel even omhoog. Oh, mijn god. Oké. Okay. Het is even goed zo, weet je? Het is even goed zo. Ik kom weer boven. Ik ken de route nu. Okay. Ik ben bijna dood gegaan. Echt een half hartje had ik. Jemig. Oh, ik wist even niet wat ik daar moest doen. Rick, ik ben boven. Met bijna een stack lapis lazuli. 3 diamonds. Wat andere goede dingetjes. Dat was niet de bedoeling. En een... Gewoon een spawner. Dat is al helemaal ideaal. Waarom zijn die nog steeds zo klein? Stomme koeien. Oh, hier ben je. Ik wil zeggen, waar ben je? Ik ben bezig. Hier. Ja, hè? Ah. Hier, ik geef het spulletje aan jou. Die kan je dan gelijk sorteren. Oh, Max. Kijk, die is voor jou. Die is voor jou. Die is voor jou. Oh, die. Oh, niet de boeken. Die. Zo. Ik zit vol. De boeken wil ik terug. Ja, dankjewel. Die heb ik ook wel. Oké, ja. Die golden apple, die hadden wij nog niet. Nee, dat klopt. Die had ik gewoon eventjes mooi gevonden daar. Ja, goed bezig. Oké, laten we even kijken. Ik heb hier een... Ja, ik ga het even opzoeken, wacht. Vanaf level 16 lees ik hier. En ik kan enchanten op level 16. Alleen dan krijg ik wel een breaking. En ik weet niet hoeveel dingen dat gaat... Ja, dan kan ik daar niet meer 16. Ik ga het gewoon één keer proberen. Unbreaking 2. Het stond er ook. En ik dacht, nou, misschien krijg ik toch nog wat anders. Maar helaas weer niet. Op een pickaxe. Ja, en een boekje is hetzelfde. Knockback, quick touch,
quick charge protection. Volgens mij is het ook zo dat je meer kans hebt op een diamond pickaxe. Maar dat weet ik niet zeker hoor. Ja, maar... ik heb ook een diamond pickaxe. Oh, dat heb je ook. Oké. Ja, dat heb ik ook. Alleen ja, nu zijn mijn levels weer op. Onhandig weer. Mijn levels zijn weer op. Ja, dat is niet slim, Max. Dat doe je niet. En dan ga ik wel even wat schapen. Ga ik gewoon slachten. Hé, de koeien zijn gegroeid. Oh, wacht. Ik ga ze breeden en dan ga ik weer slachten. Wat zielig. Dan krijg ik ook levels. Ja, maar dan krijg ik toch ook levels van. Ja, dat is waar. Dat klopt. Ja. Dan zou ik echt allemaal ook gewoon weer groot. Ja, gewoon ja, omdat ze allemaal op hetzelfde tijdperk zijn geboren. En dan wacht ik nog wel even met koeien slachten tot er een nieuwe breedfase is. Maar ik kan nu wel in ieder geval alles weer breeden. Kom op jongens, hatsenbatsen met z'n allen, gezellig. Kom op. Even gezellig hatsenbatsen. Zo, hoppakee. Dan kan ik de schapen kan ik ook even laten breeden met elkaar. Zo, oké. En dan kan ik er ook weer wat slachten. Even kijken. Ik weet alleen niet of het handig is met schapen, maar ik doe het gewoon. Hey, joh, waarom niet? Ik ben weer level 16. Dat is niet waarvoor ik het deed, maar... Ja, maar nu moet je nog een diamond pickaxe hebben dan. Ja, die heb ik. Ik heb hem gedisenchant. Oh, ja, dat is slim. Alleen het ding is, waar ik mee zit helaas, is er staat duidelijk dat het, ja, Unbreaking 2 is. En dat wil ik niet. Dus ik denk dat ik even beter moet wachten. Kijken. Laat mij eens kijken. Ja, ik ben wel benieuwd. Even kijken. Efficiency, Unbreaking, Efficiency. Nee. Ja, dat zal het er niet op staan. Ja, maar moet er niet meer boekenkasten omheen? Ja, dat ga ik nu doen. Hier heb je nee, oh, dit was niet de bedoeling, Max. Liggen nog zaadjes, ja. Hier rechts onderin zit zeg maar de lapjes, dat heb ik daarvoor neergelegd. Waar? Ja, en die furnace rechts onderin. Waarom ligt daar al... Ja, dat is de opslag voor de lapjes. Nee. De lapjes. Lapjes lasuli. Ik zou eventjes naar de end gaan, of naar de nether gaan. Kijken of ik daar wat van die monsters kan slachten. En daar krijg je als het goed is ook leer van. Van die varkens. Die hoglins, of weet je die dingen. Ga ik namelijk nog één boekenkastje erbij. Dus dan hebben we gewoon meer kans, weet je. Ik ga gewoon elke keer kijken wat de kans is. Hier heb je zo'n hoglin. Dingen zijn mega sterk, maar niet zo sterk als ik. Hoppakee, ik krijg geen leer. Ja, daar is er weer één. Hier komen knul. Ik ga je ombouwen tot een boekje. Ombouwen heb ik leer gekregen? Nee, weer geen leer. Irritant. Oh, hier heb je ook zo... Oh god, nu word ik aangevallen door meerdere dingen. Oh nee. Weer geen leer! Oh, deze gaat me doodmaken. Deze gaat me doodmaken. Niet als ik snel eet. Nee, komt goed. Niks aan de hand. Ja, één leer. Dat is precies wat ik nodig had. Dan kan ik namelijk nog één boekje maken. Zo, en dan heb ik als het goed is weer drie boekjes. En dan kunnen we nieuwe boekkasten bij doen. En dan hebben we Silk Touch. Let's go! Let's go! Ja, waarschijnlijk gaat het niet lukken, maar... Ja, je moet vertrouwen hebben, Max. Kom op. Als het... Nu ben ik even kwijt wat ik wil zeggen. Mooie woorden, Rick. Wijze woorden. Bedankt. Ik hoop dat je er wat mee doet. Als je er niet in gelooft, dan komt het ook niet uit. dat zijn woorden die ik graag hoor. Precies. Als je het niet gelooft, is het niet zo. Mag ik alsjeblieft de trap ook verplaatsen? Mag dat ook een van mijn taken zijn? Ja, prima. Verplaats de trap maar. Bedankt. Het is heel irritant, die trap in het midden. Ja, het is echt verschrikkelijk. Ik snap niet... Ja, Justin komt af en toe echt met dingen en dan denk ik echt van, hoe dan? Ja, jij bouwt een kist die niet symmetrisch is. Kom, wacht. Ik ben hout en falen. Kom terug. Is goed. Waar ligt het hout? Die ligt als je binnenkomt, de eerste stelling naar links. En dan niet... Ja. Ik heb hem. Oké, boekshelf. Hoppakee. Zo. Wat heeft Justin nou weer gedaan? Hij dacht van, ik heb geen cobblestone meer. Dus laat ik onder de trap het maar gewoon niet opvullen. Dat ik daar gewoon dirt. Dan allemaal dirt. Wat een ruimte in het kakaohuis ineens. Oké, dan doen we deze doen we hier. Dan kunnen we nu level 18 enchanten. Oh, nu komen we ergens. Een koe daar, die ga ik gewoon verslachten. Misschien dat ik leer krijg. Ja, één leer. Waarom ben ik echt elk leer dat ik vind, ben ik gewoon blij mee op het moment. Ja, ik moet zeggen, het is er niet echt mooier op geworden, maar het is wel praktischer. Dat is vooral belangrijk, dat het praktischer is. Het ziet er op zich. Het ziet er beter uit dan wat het eerst was, dit. Dat wel. Dat serieus. Ja. En de bedden zijn verplaatst. Dat is wel heel erg schokkend. Ik weet niet of ik nu lekker geslapen hoor nu bij de andere. Jawel, want je zit nu... anders had je dat. Je hebt nu licht van beide kanten. Dat is beter. Oh, kijk. Hey, twee nieuwe boekshelves heb ik alweer. Dan doen we er hier één en hier één zo. Oh, dat betekent... level 22 al. Kijk. Unbreaking 3 zie ik nu verschijnen. Oké, maar heb je nog wat hout? Oh, nee. Top. Nee. Heb ik dat nodig? Oh nee, wacht, ik mis nu nog eentje. Nee, Max. Ja, dat heb ik nodig. Dat is belangrijk, dit. Blijf daar maar beneden. Hier, kijk. Zo, dan heb ik weer een nieuwe boekenkast. En dan kunnen die hier. En nu kunnen we het enchanten tot level 24. Wow, ja, maar die moet wel genoeg wezen. Nou, ik wil liever level 30 hebben, dus ik moet eigenlijk nog... Hoe kan dat?
Komt dat door de dingen die erop zitten weer? Dat die zo laag is? Want als het goed is dit toch gewoon een volledig eentje... Oh nee, hij moet nog eentje verder. Ah, ik zie het al. Ja, hij moet nog een stukje naar rechts verschijnen. Wat heb je gedaan? Ik zit me opgesloten. Ik heb je een beetje ingesloten. Ja, je was een beetje vervelend. Nee! Serieus, ik wilde eten. Dat ziet er trouwens op zich wel mooi uit, dit zo. Ja, dat klopt. Ik wilde eten. Dat is serieus wat ik in de situatie. Vervolgens sloop ik het gewoon. Ja, maar dat gebeurt al vaker. Laten we gelijk even slapen in ons nieuwe georganiseerd bedje hier. Ik had wit. Ja. Ik heb blauw. Kijk nou, ik kijk ook recht tegen die pilletje aan. Het ziet er echt leuk uit. Zolang we elkaar maar niet ochtends... Nee, dit is prima. Dit is goed. Dit was prima. Hoe we wakker werden, vond ik goed nu. Wat een ruimte ineens hier. Zullen we dan die... Kijk, die twee karpers die we hier hebben... Die doen we dan op de dirt van Justin zo. Ja, dan is het opgelost. Dat scheelt weer inderdaad. Dan is het opgelost. Ja, dat vind ik een goeie. Ik ben benieuwd als Justin terugkomt wat hij ervan vindt. Dat we het cacao-huis zo hebben aangepast. Ja, dat we zijn trap hebben verplaatst. Ah. Ik denk dat hij dat niet zo heel erg vindt. Of juist wel, Justin kennen. Het is wel iets wat hij heeft gemaakt, hè. Dat klopt. Dat gaat hij verschrikkelijk vinden. Ik zeg gewoon dat het jouw idee was. Kom, koeien, groei! Wacht, weet je wat ik ook even ga doen? Hebben we nog een bootje hier bij het monumenthuis liggen? Ik heb hier wel een boot. Je moet even standaard bij het monumenthuis leggen, de bootjes. Ja, er liggen hier ook nog echt zes. Oh, kijk, ja, dit is goed. Dankjewel. Zo, ik ga... Hé, er is een vogeltje hier. Een blauwe. Nee, joh. Kijk. Wacht, ik ga 30.000 zaadje pakken. Wacht even. Hij is al voor mij. Oh, hij gaat mee op avontuur. Hij vliegt de andere kant op. Ah, hij houdt je niet bij. Stop hem even in je boot. Nee, hij stikt er maar in. Nou, dat is echt hij zit niet zo... Sebastian, kan je hier een zielig muziekje overheen gooien? Een grijs beeld. Hij zit echt te fladderen hier. Sorry, wat wil je zeggen? Nou, ik vond de edit wel heel zielig. Ja, het was een zielige edit. Het is echt zo'n zielige TikTok was het. Nou... Mijn baasje heeft me alleen gelaten. Ik zit er ook nog steeds te filmen. Ik hou gewoon in de gaten. Ik ga namelijk hier nog even langs dat koraalding van Justin. Want die beweerde dat je het met Silk Touch alleen kon hakken natuurlijk. Dat geloof ik. Maar elk is natuurlijk anders. Zoals het goed is dat dode koraal... Deadhorn Coral Block. Als het goed is kan het toch gewoon even goed verschillend dood koraal zijn. Natuurlijk! Ik zei het nog tegen Justin. Hak nou eerst gewoon even alles. Want elke kleur is natuurlijk een ander blok. Nee, kijk, dat komt-ie. Kan niet. Hoppakee. Ik zei het nog tegen Justin. Hak nou gewoon even elk kleurtje, want dat is 100% verschillend. Nee, dat kan niet, dit, dat. Kijk, ik snap dat je dat... Oh nee, dit kan je waarschijnlijk ook gewoon hakken. Dit. Of niet? Als het er tegenaan zit misschien, dat hij dan omvalt. Even kijken. Nee. Huh? Hoe kom ik dan aan een... Oh, dat is een Crimson Root. Oh. Mokie die Justin, ik zei het nog. Ja, ik zei nog, hak nou gewoon even elk kleurtje. Ondanks dat je het niet kan... Gewoon weer niet luisteren. Weer niet luisteren, die Justin. Ik heb nu al een paar nieuwe kleuren gewoon kunnen hakken. Een paar nieuwe blokken. Kijk, die andere dingetjes is logisch. Daar moeten we echt dingen voor hebben. Kan het niet met een schaar trouwens? Ik heb een schaar bij me. Nee, daar hebben we echt Silk Touch voor nodig. Rood. Volgens mij heb ik rood ook nog niet gehakt. Oh, rood had Justin dan waarschijnlijk. Volgens mij wel, ja. Hadden we wel al Seagrass? Ja, die hadden we wel. Ja, volgens mij wel. Oké. Okay. Nou, ik ben heel blij dat ik dit in ieder geval gedaan heb gewoon. Ik wist al dat er gewoon iets niet klopte toen Justin hierheen ging. Ja, maar meestal als Justin iets gaat doen, klopt er iets niet. Hey, die woestijn hier is trouwens nu wel eindelijk een keertje beschikbaar. Dus ik ga even kijken of ik hier wat dingen kan vinden. Neem even heel veel cactus mee ook. Oh, nee, die zijn juist net niet beschikbaar, die cactus. Ah, jongen. Nee, echt net niet. Geen mijn vogeltjes hier. Oh ja, één cactus hier. Zo, en als het goed is kan ik dit ook hakken. Zo, dead bush. Oh ja, die hadden we ook nog niet. Heb je shears bij je? Ja, toevallig. Ik weet niet waarom, maar ik ben er wel blij mee. Ja, dat geloof ik. Kan ik hier ook niet met dit zand gewoon eventjes sandstone maken? Maar dat hadden we al. Ik kom ook hebben we daar alle varianten al van gemaakt? Van sandstone? Nee. Ja? Nee, dat is misschien wel handig om te doen. Ja, maar we hadden niet zo heel veel zand, volgens mij. Nee, dat klopt. Maar hier kunnen we heel veel zand hakken. Ja, daarom. Hé, hey, joh. Ik was bij jou naar jou toe aan het varen en er zit hier zo'n onderwatermonumentje. Oh, kijk eens wat je kan vinden. Ja, met een kist. Er zit echt allemaal troep in. Niks nieuws dus. Nee, magma blok hebben we ook al, toch? Ja. Volgens mij wel. Oké, het woestijntje zegt inie mini. Als in, hey, sandstone stairs. Nice. Oh, kijk eens aan. Hey, nu kan ik wel. Blijf even doorgaan, dan kan ik gewoon nog meer maken. Wacht, trouwens, ik heb hier een crafting table. Kijk, hebben we van sandstone... Wat kunnen we nog meer? Slabs. Dat is mooi, eventjes. Dat deed ik even goed, hè? Ja, dat doe je goed. Dan kom ik bijna bij de cactussen, kom ik hier. Heb je nu ook al zo'n creeper? Die heb ik gemaakt. Oh, ja, die heb je niet. Ik heb die chiseled, heb ik. Hebben we eigenlijk al een meloenblok gemaakt? Want je kan toch van meloen, kun je ook weer een meloenblok? Weet ik niet. Hebben we dat gedaan? Volgens mij niet. Wacht, ik zie hier toevallig meloen liggen. Ik ga kijken. Hier, sandstone wall. Hoppakee. Dat komt toch? Je komt toch
van een meloen weer een meloenblok maken? Ja, dan heb je er gewoon 9 nodig. Ah. Maar we hebben een kleine meloenfarm, dus dan kan je even kijken. Ja, nee, maar dan heb ik hem nu. Hier, biem. Hier, biem. Ik ga even deze oceaan oversteken, om even te kijken. Moet je toch wachten op dat leer met die koeien en zo. Ja, we hebben ook nog die dark oak en zo allemaal nog nodig. En spruce. Ja, daarom. En dat hebben we allemaal nog niet. Zodra we gewoon een nieuw houtsoort ontdekken, kunnen we de border weer zoveel groter maken. Ja, want dan kunnen we letterlijk alles maken. Ja, zodra we gewoon even oak hout hebben, spruce hout, verzin het. Dat zou echt ideaal zijn. Je hebt hier ook zo'n van dat oranje zand zit hier. Ah, ja, maar dat komen we nog niet bij, volgens mij. Nee, kom je nog niet bij, maar komt er wel aan. Ik heb volgens mij ook zo'n onderwatermonumentje gevonden. Ja? Misschien dat ik wel goede loot eruit kan krijgen. En daar is weer een schip, maar dat is te ver. Daar komen we nog niet bij. Dat is onder de borden. Achter de borden. Even kijken. Wat kan ik hier vinden? Sowieso die monsters. Oh, eentje met de trident. Nee, die gaat me om ze doodmaken. Hé, en dat zand. Hoe noem je dat zand? Suspicious sand. Moeten we even zo'n dingetje maken. Oh, zo'n kwastje. Zo'n vegertje, ja. Oh, wacht even hoor. Dat ding er is. Die trident die gaat me doodmaken. Ja, dan moet je even weg. Als we zo'n kwastje hebben, dan kunnen we kijken wat we eruit kunnen krijgen. Hoe maak je zo'n kwast dan? Volgens mij met... Geen idee. Geen idee echt. Ik ga het even snel googlen. Oh, maar dit kunnen we maken. Ja, oké. Het is met een veertje. Kom, gaan we samen terug naar de basis. Maken we even... Ja, het is zo irritant. Maar even schilden maken voor die trident. Anders gaan we echt dood. Ja, oké. Als we die guy namelijk kunnen killen gewoon... Kijk, de trident, de kans dat je die krijgt, die is natuurlijk heel klein. Ja, maar... die moeten we ook hebben natuurlijk, een trident. Trident, ja. Ik weet niet of je die nodig hebt. Sommige items... We hebben bijna alle items nodig. Ja, dat is waar. Hadden we al klei? Ja, want we hadden ook al bricks. Ja, klopt. Ik weet alleen even niet of ik zo 1, 2, 3 ook terug moet komen. Ik ben alweer bijna terug. Ik heb geen idee waar ik ben. Ik loop ergens door de jungle, dus volgens mij ben ik wel in de buurt. Weet je hoe groot die jungle is? Ja, daarom. Oh nee, ik ben er denk ik. Ja, juist, ik zie mijn kist. Hey, ja, dat is ook het eerste wat ik zag. Ik zal alle nieuwe items ook even hier doen. Dat komt later dan wel even met dat sorteren. Hallo. Oké, ik maak wel een schild als jij zo'n ding maakt, oké? Okay? Ah, trouwens, hier heb ik tegenwoordig geen. Ja, klopt. Even kijken. Als jij zo'n kwassie maakt, maak ik twee schilden. Dat kost als het goed is ijzer en hout, toch? En cobblestone misschien zelfs. Ja. Even kijken. IJzer hebben we hier, dat moet ik alleen nog even smelten. 1 koper, 1 veer en een stokje als het goed is. Stokkie, koper, veer. Oh, alleen hout. Veer. Oh, ik heb hem. Alleen hout. Ja, jij hebt het ding. Voor een shield heb je ook iron nodig. Ja, ijzer en goud. Of hout. Is je dan niet allemaal eten te nakken, toch? Nee. Ik heb geen eten gepakt. Jongen. Oké, wacht. Dan maak ik hier 2 keer een schild. 1 voor jou, 1 voor mij. Mijn armor overleeft het nog wel eventjes, denk ik. Dan ga ik wel even mijn spulletjes droppen. Want ik weet niet waar. Ik heb zoveel dingen bij me. Hier. Hier hout. Gooi hier maar in. Je moet nog gesorteerd worden. Oké, prima. Oké, ik ben ready. Laten we even slapen. Jij hebt je kwastje? Ja, kijk wat een unit het is. Oh, jeumig. Heb je er 2 kunnen maken trouwens? Nee, maar jij krijgt de eer. Oh, oké, dat vind ik lief. Lief voor mij, hè? Ja, echt lief voor jou weer. Ja, maar ik ben op zich ook wel een lief jongen. Oh, kijk, het is een nieuwe trap. Oh, wat een nieuwe trap. Hij is wel irritant. Ik loop hier de hele tijd tegenaan. In dit hoekje moet ook een slap. Ja, dat klopt. Ga ik fixen. Oké, ga je die slap dan gewoon vandaar pakken en hier plaatsen? Ja, anders moet ik even nu een nieuw laten pakken. Laten slapen. Oh, het ligt dat lekker zo. Lekker, hè? Zolang ik ochtends jou niet... Kijk, elkaar soort... Waarom zijn we weer omgeruild van bed? Dat vind ik heel vreemd. Alsof we s'nachts even omruilen of zo. Gewoon lekker omwisselen. Oké, mijn bootje heb ik hier gelegd. Ik heb mijne bij me. Nou, we kunnen toch samen in één bootje zetten. Ik wil samen. Kom. Ho. Ik weet niet waar mijn vogeltje is trouwens. Die is waarschijnlijk nog ergens in de woestijn. Die is verdronken hier, denk ik. Want die nou. Zo... Sebastian, kan je nog 1 keer dat zielige editje even terugbrengen? Even een flashback naar de zielige edit van de vogel. Wauw, wat sneu, even dat beestje. Zo'n zielig vogeltje, dat jij dat gedaan hebt gewoon. Dat jij dat hebt gedaan. Laat dan wel even de reacties weten. Max, wat ben je stom. Nee jongens, laat even weten. Vonden jullie het Rick's schuld of mijn schuld dat het vogeltje zo zielig in het water? Kijk, ik was gewoon op avontuur. Rick die kon het vogeltje uit het water pakken, maar had hij niet gedaan. Ik heb geen zwemdiploma. Ja, dan het is nog steeds jouw schuld. Ja, hoezo? Ik ga lachen als zo meteen die trident ook gewoon weg is. Of die guy met die trident, dat we allemaal voor niks zitten. Helemaal voor niks geprepared zijn. Oké, volgens mij is hij weg. Maar dat maakt niet uit. Laten we gelijk naar beneden gaan. Heb jij de kwast? Ja, hier, wacht. Op de boot ligt hij. Ah, hij is er nog! De kwast! Ik heb hem. Oké, pak hem. Hij is op mij gefocust. Pak hem. Ja. Dood hem. Oh. Hij is boos op jou nu. Oké, nu pak ik hem. Wacht. Kom maar. Oh, heeft hij hem gedropt? Nee. Hij dropt iets. Oh, jammer. Ah, ik moet wel ademen. Ik vergeet te ademen. Koper. Oké. Maar we hebben in ieder geval wel dat ding. Dus laten we deze vermoorden hier. Ja.
Oké. Oké, dan pak jij de kist maar, want het is vast ook wel een kist. Oké, is het ademen. Als jij de kist doet, ga ik wel met het kwastje zitten kwasten. Ja, ik ben heel benieuwd wat je eruit krijgt. Er is geen kist. Hebben we deze trouwens al, deze blokken? Ja, die heb ik net. Er is geen kist. Oké, komt die. Wat komt eruit? Er komt uit een... Wat is het? Het is een ex. Het was volgens mij een ijzer ex. Nou, echt geweldig. Oh, dat best tegen. Ik moet ademen. Oh, hier is een kist. Oh, die hebben we nog niet. Hadden we geen fishing rod? Nee. Oké, wacht. Is hier is trouwens ook dit. Oké, ik ga dit allemaal nog meer doen. Wat haal ik er nog meer uit? Het is wederom een ijzeren ex. Dat meen je. En wat is dit? Oh, Rick. Het is een potfragment. Oh. Alleen die hoefden we niet te hebben, blijkbaar. Wat stom. Ja, maar we kunnen wel potjes maken. Ja, dat is met wel mooie dingen. Mag ik even kijken of er nog meer hier beneden is? Ja, kijk, daar is er nog één. Oh, nog een kist. Een verborgen kist. Ik zie hier ook nog een kist. Een enchantment. Oh, oké. Er is hier een kist met een... Wat is dit? Wat krijg ik eruit? Is het wit? Wat is dit? Het was kool. Dat was wel heel sneu. Oké, ik ga er even nog meer slopen. Ah, daar is er nog één. Oh, er is meer dingen hier. Oh, nu vind ik het op zich wel interessant. Ik ben benieuwd wat ik hier eruit haal. Ik heb nog een... nog een ding. Oh, een emerald. Er komt een emerald uit. Ja, die had ik net ook. Hoppakee. Nou, niet uit de kist, maar ik bedoel uit zo'n... met een kast. Ik zit lekker aan het vegen ben ik hier, jongen. Ja? Ja, echt. Dat heb ik nog nooit gedaan. Dat vegen. Ik ook niet. Even voor. Is hier nog meer? Ja, hier is ook dat gravel. Zijn er nog meer geheime kisten? Oké, eerst even die zombies weer killen. Ik heb hier een... Oh, maar ik ga dood. Ja, je moet even af en toe op zo'n magma blokje staan. Oh, krijg je dan... Ja, als je shift, zolang je dat doet, dan krijg je... Hey, daar is volgens mij ook een kist die we nog niet gepakt hebben. Ik heb hier nog iets wat we nog niet hebben. Hey. Oké, wat komt hier uit? Dit is weed. Kan je ook echt bijzondere dingen krijgen of is het gewoon echt alleen troep? Weet ik niet. Ik ga dood. Ik ga de dingen even killen hier. Even kijken, zijn er nog meer bijzonderheden hier? Oh, ik heb een buried treasure map. Hier, polished granite, dat hadden we helemaal nog niet. Oh. Een treasure map? Oh, dan kunnen we Heart of the Sea krijgen. Oh, ja. Dat is toch even geweldig. Wat is dit? Ook een buried treasure map? Deze kist had jij dus helemaal niet gevonden. Oké, dit is weer weed. Dit is weer poepzooi. Ik hoop dat we gewoon even iets bijzonders krijgen eruit. Oh, hier is heel veel nog. Ik moet even ademen. Ik ga even naar boven. Wil jij nog even kwasten? Ik wil even kwasteneren. Oké, wacht, kom. Doe ik kwasteneren? Doe ik samen hier. Doe ik deze nog? Ja. Dat is weed, dus dat is weer helemaal poep. Je ziet er ook echt langzaam uitkomen zo hier. Ja, dat is wel vet. Daar heb je hem. Ga ik even kijken, kan ik ademen? Met rechts. Wat komt eruit? Een ex volgens mij of zo. Huh? Wat is dit? Oh, wat heb ik? Ik heb een sniffer egg. Een sniffer egg? Ik heb... Oh, maar dan kunnen we die bloemetjes krijgen. Ja, en de sniffer. Dat is al in het algemeen heel cool. Wat? Ja, ik geef hem één keer aan jou en jij krijgt gelijk wat cools. Jij moet vaker eruit looten. Hey, blauw ding. Hier liggen nog meer, hier binnen. In deze. Deze? Een sniffer egg, die hadden we inderdaad helemaal nog niet. Weed, die is stom. Gast, daar ben ik echt blij mee. Ik ga nog even wat meer blokken hier, zoals deze moeten ook nog hakken. En dan kan ik hier kijken. Weer een... Hey, een fishing rod met mending. Ik ga nog even van dat granite hakken. Want dan kunnen we daar ook slabs zo van maken en stairs. Oh ja, goeie. Hier is nog een kist, maar dan moet je even eerst overheen greffelen. Waar? Waar is hij? Ik kan hem al gewoon weg. Hey, nog een buried treasure map. Oké. Ik denk dat het wel goed is en dat we die even moeten gaan doen nog. Want we hebben de sniffer egg. Dat is volgens mij het meest bijzondere wat je eruit kan krijgen. En het gaat ook regenen. Dus laten we in ons bootje stappen. Jij mag varen. Oké. Hoppakee, gaan we terug. Dan hebben Je hebt ook een treasure map? Ja, er staat... Hey, een map? Huh? Oh, die hadden we natuurlijk ook nog niet. Doe jij hem eerst, treasure map? Ja, heb ik. Maar ik hoop dat we hem kunnen... Ik zie geen pijltje. Oké, wacht, doe ik die voor mij ook wel. Oh, ik wel. Geen kruisje. Geen kruisje. Huh? Hoe kan dat nou? Ik weet het niet. Dat vind ik heel raar. En die andere, die laatste, is ook weer anders. Het wordt gewoon een map. In plaats van daadwerkelijk een treasure map. Oh, jammer. Wat stom. Zijn werken ze niet. Oh man, ik dacht anders konden we gewoon... Ja, Heart of the Sea krijgen. Maakt dat wel een leuk avontuur. Het was een goed avontuur dit. Ja, dat zeker. Veel dingen gekregen. Ik zie de kist. Het is hier de mooi. De kist. En we hebben een snoort. Pottery shirt. Oké. Gaan we de sniffer ook gelijk ergens veilig neerzetten? Dat lijkt me wel een goed idee. Ja, dat is wel een leuk idee, hè? Ja. En doe hem op mos, dan gaat hij sneller groeien. Hebben we mos? Ja, vast wel. Oh ja, ja volgens mij wel. Oké. Ik doe nog over de koeien een beetje een ding. Ja. Als jij je bezig gaat met die sniffer en zo. Ja, ik heb alleen niet zoveel verstand van de sniffer. Dus waar ja, je moet toch gewoon een klein hok zou ik maken ergens. Oké. Wacht hier. Hier, maak ook maar een potje. Wow. En je hebt die polished granite, kan je wat dingen doen. Je hebt je wat eten. Ja, maar heb je deze. Je geeft nu gewoon letterlijk al je zooi. Ja, klopt. Oh. Dan ga ik weer even wat koeien slachten hier. Hoe maak je een potje dan? Een potje met... Blablabla... Dingen, dat snap je toch wel. Bakstenen.
Bakstenen. Met bricks? Ja, gewoon met bakstenen. Oké. En dan als je die pot shirt gebruikt, dan... Of shirt, shard, weet ik veel wat. Dan kan je hem gewoon een patroontje geven. En dan hebben we een potje met een patroontje. Nou. Wat vet. Wat zoek je? Papier. Dat hebben we niet. We hebben hier alleen sugarcane. Die is goed genoeg. Een decorated pot. En dan heb je hem? Ja, ik heb nu een decorated pot, maar geen... Oh, en dan moet die in het midden. Even maar uit. Wacht. Een beetje aan het verpesten. Heb je hem? Waarschijnlijk is het geen item die we nodig hebben, althans dat gok ik. Nee, ik heb nu een decorated pot, maar hoe moet ik nou die shard erin gooien dan? Weet ik niet, misschien daarna. Dat is jouw taak. Potverdikkie, moet ik weer gaan googlen. Moet je weer Google openen. Minecraft. How to pot. How to make pot. How to make pot. Ik heb 19 levels. Ik kan weer nieuwe boekenkastjes toevoegen, komt-ie. Ah, maat, maar je hebt 4 van die shards nodig om te maken. Oh, ja, maak dan maar gewoon een normale pot. Misschien dat we die ook nodig hebben. Ja, dat heb ik al gedaan. Kijk, als het goed is, level 28 kunnen we nu al. En dan doe ik deze erbij. Level 30! Let's go! We kunnen level 30 enchanten. Oh, je hebt de lapjes eruit gehaald uit de furnace. Ja, niet alles. Dat heb ik gedaan waarschijnlijk. Oké, ja, alleen ik ben nog geen level 30. Hoeveel levels heb jij? 5. Nee. Ik heb je levels nodig. Ik heb je levels nodig. Het maakt uit. Ik wil gewoon niet dood, oké? Ja, maar hoe komen we dan? Dan moeten we Dan krijg je 3 levels als je mij vermoordt, of 2. Ja, en ik ben 19. Aan. Nee, maar dan heb je alsnog niet genoeg. Dan ga ik schapen killen. Ja, dat is goed. Zonde van de wol. Oh, dit is ook echt... Ik krijg bijna geen levels erbij. Nee, dat ga ik niet doen. Even sharen. Nee, ik heb ze doodgemaakt. Oh, Max. Ja, laten we eens even slapen. Dan gaan we er morgen even over nadenken wat we gaan doen. Waarom leg je alles bij mij neer? Ja, jij hebt een sorteertaak voor vandaag. Ja, maar niet. Ik vertrouw je niet. Ga weg. Nee. Oh, ik kan je niet slaan. Nee, en dan kan je bed vermoorden. Zouden we al op 50% zitten? Ga nou slapen. De nacht is nog niet voorbij. Oh. Jongeman. Oké, ik ben benieuwd. Zitten we al op 50%? Nee, 45. We zijn niet eens in de buurt gekomen. Ik dacht wel echt dat we het goed gedaan hebben. Kijk hoeveel dingen we gecollect hadden. Ja, dat wel. Maar dat komt omdat we geen silk touch hebben en dat andere hout nog niet, dus... Ja, hebben we dit hout serieus nog niet? Wacht even hoor. Welke? Kijk. Die hadden we nog niet. Oh, hoor. Die hadden we gewoon nog niet. Maar ja, het ding is, we hebben nu nog steeds niet Silk Touch. En ik dacht echt dat we dat nu al zouden hebben, deze aflevering. Nou ja, nu hebben we alleen levels nog nodig. En dan een beetje geluk. Dus als we nou... Volgende aflevering, Rick. Oh, doe jij die sniffer even. Heb je mos bij je? Ja. Oké, dan plaats je die mos, doen we hier plaatsen. Ik heb hem hier. Wacht. Ja, je hebt maar eentje. En een boomhiel. Dat is zonde van je mos. Je kan toch met boomhiel kan je het gewoon verspreiden. Nou, maar dit is gewoon mooi. Kijk, maar nu kunnen we nog steeds via dit kruispunt erin zo. Ja. Nou, plaats je die op. Oh. Gaan we wachten tot die uit is? Hoe lang duurt nee, dat? Nee, hè? Dat doen we niet. Dat komt volgende aflevering dat die duurt uit dat is. Echt poeplang. Nee. Dat gaat heel makkelijk stuk, moet ik zeggen. Laten we dat volgende aflevering doen. Als in... Blah! Ik dacht even dat het schildpartij was. Ik kan niet springen op een schildpartij. Laten we dat volgende aflevering doen. We hebben nu in ieder geval de enchantment tables klaar. De spullen zijn gesorteerd. We hebben behoorlijk wat nieuwe blokken gedaan. We hebben, weet ik wat allemaal, een sniffer egg. Ik vind het, ondanks dat de taken niet helemaal compleet zijn, wel een hele succesvolle aflevering. Ja, dat is. Zodra dat we Silk Touch hebben, kunnen we veel meer hout, veel meer nieuwe blokken pakken. Kunnen we alle soorten oors opnieuw doen. Dan kunnen we uiteindelijk ook nieuw hout krijgen. Als dat ooit een keer mogelijk is. Zeker. Dus ik voorzie veel goede dingen. Ja, en Justin was er natuurlijk weer niet bij. Dat is gewoon, het is weer Justin's schuld allemaal. Ja. Maar goed jongens, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Er staan hier mooie potten achter mij. 3 cells in totaal. Dank jullie wel voor het kijken. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker niet te abonneren. Vond je het nou zo'n leuke video? Kijk dan ook lekker deze video. Dit is namelijk het vorige deel. Hierin heb ik staat een hele geheime tunnel gemaakt. Maar het is eigenlijk stiekem gewoon de kelder. Dat een soort van geheime tunnel was, dus kijk hem dan gewoon even goed. En dan nu spreek je later, glaasje water, tot 4 flesje bier, tot de volgende keer.